Goeiedag iedereen, vandaag donderdag van de vierde week van 40 dagen tijd. En vandaag de eerste lezing komt uit het boek Exodus. In die tijd sprak de Heer tot Mozes: ga naar beneden, want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid is tot zonden weggevallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg die ik hun had voorgeschreven. Ze hebben een sterrenbeeld gemaakt. Ze buigen zich daarvoor neer. Ze dragen er offers voor op en schreeuwen: Israël, dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Ook sprak de Heer tot Mozes: ik zie nu hoe halstarig dit volk is. Laat mij begaan, dan kan ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van u zou ik een groot volk maken. Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg: waarom hier uw toorn laten woeden tegen het volk dat hij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom de Egyptenaren laten honen? Hij heeft ze laten gaan met de bozen. Opzet ze in de bergen te laten omkomen en ze van de aarde weg te wagen. Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden. Zie af van het onheil waarmee hij uw volk bedreigt. Denk aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie hij onder ede beloofd hebt: ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel en heel het land waarover ik heb gesproken zal ik u nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn. Toen zag de Heer af van het onheil waarmee hij zijn volk had bedreigd. Woord van de Heer. Wij danken God. Ga naar beneden, Mozes, want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid is tot zonde weggevallen. Onderweg is het volk ongeduldig en zij zullen een sterrenbeeld maken om te aan te bieden. Om tot die beeld te bieden en genade af te vragen. Maar God zal toorn worden. Tegelijkertijd zal hij niet zijn verbond ontbreken. Zelfs als wij ergens zonden hebben bedreigd, en zelfs als God toorn is op ons, kan hij zijn verbond van barmhartigheid, van liefde niet breken. En gelukkig, het volk van Israël heeft een woordspreker, Mozes, een nederig man. En op deze dagen van de 40 dagen tijd zijn wij geroepen of om onze grote zonde, onze erfzonde te erkennen en terug te keren naar God, of voor te spreken voor iemand die in zonde is en die de barmhartigheid van God nog niet heeft ervaren. Dus zijn wij geroepen om woord te spreken, maar ook
maar ook om deze weg van bekering te maken. We kunnen ook denken dat vroeger hebben we grote zonden gemaakt en we hebben spijt van, of nu doen we alsof we niet zonden doen, maar toch in de zieken zijn nog gedachten, afbeeldingen, gevoelens. Zijn we gesloten voor de anderen? Dus we kunnen denken in welke plaats zijn wij, of zijn op de twee plaatsen, we bedreigen grote zonden, tegelijkertijd bieden we voor iemand die erger is dan ons, of spreken we voor iemand die de liefde van God niet kent. Maar deze tijd, deze 40 dagen tijd, is de rustige tijd van een ontmoeting van liefde en van barmhartigheid, van erkennen van onze fouten en van gebed, van intimiteit met God. Verliezen we niet de tijd die God heeft aan ons door de kerk, door de wijsheid van de kerk. En kunnen we deze tijd van genade met heel ons hart beleven en de genade van de Heer afsmeken. Heer, ik wil terugkeren naar uw hart. Psalm 106. Zij maken een heilige kalf bij de Horeb en wierpen zich neer voor een gietsel van hout. Hun glorie ruilden zij tegen een afgod, het beeld van een grazend rund. Ze waren vergeten dat God hen gered had. Hij die in Egypte zijn macht had getoond, die wonderdaden verricht had in Gan, bij de rietse verbazende dingen. Hij dacht er al aan hen los te laten, toen Mozes zijn vriend tussen beiden kwam. Die pleiten voor hen om hen niet te verdelgen en wenden Gods toorn van hen af. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. In die tijd sprak Jezus tot de Joden: als ik over mijzelf getuig, dan heeft mijn getuigenis geen waarde. Er is een ander die over mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis die hij over mij aflegt geloofwaardig is. Hij heeft een gezantschap naar Johannes gestuurd. En deze heeft getuigd voor de waarheid. Weliswaar behoeft ik de getuigenis van een mens niet. Maar ik zeg dit opdat hij gered zult worden. Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten. En in korte tijd hebt hij u in zijn licht willen geheugen. De getuigenis, echte die ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes, want het zijn juist de werken die de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen, en die ik ook volbreng, die van mij getuigen, dat ik door de Vader gezonden ben. Ook de Vader zelf, die mij gezond heeft, getuigenis. Ook de Vader zelf, die mij zond, heeft getuigenis over mij afgelegd. Zijn stem hebt gij nimmer gehoord, nog zijn gestalten gezien. En zijn woord hebt gij niet blijvend in u
opdat hij degene die hij zond niet gelooft. Hij onderzoekt de schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden. Maar juist deze getuigen over mij. En toch wil hij niet tot mij komen om het leven te vinden. Ik zoek niet door de mensen geëerd te worden. Maar ik weet dat hij in uw hart geen liefde tot God hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. En toch aanvaardt hij niet. Komt een ander in zijn eigen naam, dan zult hij hem wel aanvaarden. Maar hoe zou hij ook kunnen geloven als hij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl hij de eer die van de enige God komt niet zoekt. Meent niet dat ik u bij de Vader zou aanklagen. Er is al iemand die u aanklaagt. Mozes, op wie hij uw hoofd hebt gesteld. Want als ge Mozes zoudt geloven, zoudt ge ook mij geloven. Want juist over mij heeft hij geschreven. Als ge niet gelooft wat hij schreef, hoe zoudt ge dan geloven in wat ik spreek? Woord van de Heer. Wij danken God. Het is hoofdstuk 5 van Johannes. Een moeilijk tekst, maar waarop wij zien, Jezus die spreekt tot de Joden over zichzelf en over de getuigenis van die hij aflegt. Zijn getuigenis is geloofwaardig omdat hij de wil van God zoekt en hij probeert altijd te leven in God, in de eenheid met God, en hij probeert ook als een gezonde te handelen. Niet als iemand die eigen wil heeft, maar die gezonde is voor een missie, om een plan te vervullen. Zoals iemand die zou werken, die gaat naar een andere plaats en zou niet doen wat hij wil, maar hij zal de opdracht vervullen die hij heeft gekregen. Jezus Christus is gekomen om de heilsplan van God te vervullen in zichzelf, in zijn leven, in zijn lichaam, in zijn eigen wil, in zijn persoon. Daarom is zijn woord, zijn bestaan, hij zelf, een getuigenis van de Vader, over wat de Vader wil doen. Als wij Jezus zien, als wij hem horen, als wij zijn daden aanschouwen, zien wij wat God wil voor ons. De wil van God, zijn liefde, zijn barmhartigheid. Maar als wij niet geloven dat de Heer Jezus Christus de enige Zoon van God is, gezonden is om ons te redden, hoe zou wij kunnen geloven dat God wil iedereen redden? Dat Hij wil de poorten van de hemel voor ons openen? Jezus Christus is een gezonden. Jezus Christus is de enige Zoon van God. Jezus Christus is onze verlosser, onze voorbeeld, onze broeder, onze redder. En op Hem mogen wij vertrouwen. Hem mogen wij aanschouwen. Hem mogen wij volgen. En in deze dagen
vooral in de goede week zijn we geroepen om alles te doen en in hem te geloven en in hem te handelen, hem te volgen met heel ons hart en met heel onze ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.